snijnt de boon. Of ik krijg nijtsjerkentiet in Leursens oankomen bij Café de Bonte Bok. Er kennen het meer dan 60 man in, maar het is een toneelcafé. Ze vertelt toneelspeler en kroeghouder Gerrit Haaksma. Catharsis is een jarenstien, ja. Waarom? Waarom hier? Nou, dat zeg je zei, wij winnen een toneelspeler al jaren. En ik ben al een eerder wat met Gerrit in verschillende projecten aan het spelen. Doe in één, doe in zijden, ja, dan kwam ik voor de tweede keer hier in dit café, kocht ik dit café, we hebben al. En toen dacht ik, wat kunnen we nou oors doen als oors in een café? Dat ben een prachtige kroeghouder die jongen. Ja. He? Ja. Nou, ik ben net zijn beste zanger, want ik ga geen doel om muziek. Ik denk, ik kan wel spelen. Dus toen ben we om de tafel zitten gegaan en ik denk... En toen hebben we mijn man groep praat, zei, wat doen we? Wat kunnen we doen? Gerrit zei, ik schreeuw een nijstek. Gerrit had Catharsis kreun. Dat zouden we hier in de eerste instantie 15 keer doen. Dat was een grote broek, hier. 15 keer hier op een klaai, dit spelen. Ik denk 15 keer 60 man, dat is een heel grote mensje. We hadden première gewoon. De eerste waren zitten er 30. Ik denk, de broek is al groot. Nu kwamen de recensies in de kranten en het roemst waren. Sterker, ze waren roen om vregen en konden dus net in eigen kroeg bloeien, werd het altijd zo noffelijk spelen. Nou ja, dan maar op een paard, hè. Gerrit, je mij dochter vrouwtje in het autobusje. En ze rieden dan de onbiedige klaarlangs. Komen bij Nes, want daar werd de vrouw van kunstner Gerrit Breedler, die dikke Catharsis en Credo's kreun had. Ze komen bij Anke Bieltsma. Ik hier zelf dan als eerste dat ik eigenlijk geen oorzette stikken spelen wil. Als het net nodig is. En ja, zij doe dat ontstien van nou, laten we Gerrit B, zeg maar even zeggen. Die laten we een stik schreeuwen voor ons. Ja, een aantal keer een spelen laten. En dan schokken we wel. Ja, toen kwam Warkum met het lumineuze idee van Kim Jerk spelen. Nou, dat we natuurlijk van noord eerst naar Zuidwest. En dat is echt de aanzet, de culturele commissie Warkum, die had dus op het spoor gezet van hé, hey, zie nou eens, je kunt hier ook wel heen, nou, mijn bouwlamp en versterker die kant uit. En had heel bord waaide en dan ging je af was uit. Zo gaat de cultuur van Friesland dus op een paard. Meer waar. En nog altijd die wieken de vette klaai. Rieden. Eerst naar technicus Jitse Griepstra van Holwert, die moet ophellen worden. En dan trof Friesland naar het zuidwesten, naar Snits. Met de walrus. Uitladen. Het is naar petit in de midden. Wat een gedoch. Ik denk altijd, waarom net? Ja, omdat meesken in de cultuur het altijd volle makkelijker gaan. Ja, maar ik weet net dat ze het eigenlijk leuker gaan. Nee, dat weet je niet. Nee. En he, wij bouwen het echt van onder naar op. Naar wat het nou is en wat het hopelijk nog misschien wel worden gaat. Of misschien gaan we wel weer een andere route in. Maar, waar hij ik de, als dan succes haast of haast ja, mooie reacties, dat komt je dan ook heel dat ta. En dat is natuurlijk, dat proeven we dan ook. Hoe rennen wij dan? Rennen we zaak? Komen we hierop? Ja. Ze doggen alles verder zelfs, maar enkel de help van Jitse en vrouwtje. Ze kennen alle kroegen. Dit is wat grutter. Dit is echt meer een CL, hè? Ja, een mooi chique CL. Ja, het dwarpshoes is natuurlijk grutter rond is, hè? Ja. En we hebben ook vaker een boppe CL, maar dat ben ik wel grut. Ja, dat met dwarpshoes CL, het is een mooie CL. Nee. Die dwarpshoes CL daarin natuurlijk. Dat is luxe. Ja, dat is, ja. Toch? Ja. Nee, dat net zo zuur. Ja. Nee, dat is... Ja, maar dit is mooi. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, het spiegelt dat de oors? Nee, ja. Nee. Ik vind het eigenlijk wel mooi, weer een beetje rond te gaan. Ja, dat is het. Ja, dit maakt natuurlijk heel nauw, hè. En in die café, dan gaat soms een hele meter, hebben we, spiegel rond.
En dan we dan gauw naar de oorkant van de bar en dan wordt waardig in die voortjes van die mensen genomen. Programma's. Ljocht. Pielen. Maar het verveelt nooit. Nou, vindt u zelf zo mooi? Ik weet het niet. Alles ken, dat denk ik altijd. Alles ken. En geëndewaai kom je op paden. Nu van, ja, dan denk ik, ach, dat geef ik bezoekje. En dan ben ik wel zo pitbull, zeg maar, dat ik me vast bied. En dan boeg als baste. Maar dan kan Gerrit wel van mij praten, denk ik, dan hoor ik vast. Ja, maar bezoekje, het is nog een bierig werk. Ja, maar toch? Ja, het is ja, maar ja, wel mooi werk. Nou, we even met je eens net in en dan besjuffen we de situatie even. We hadden van tevoren meest ook even best te zien. Even zien hoe het kan, hoe de omloop ik het ben. Nou, maar eerlijk waar, dat ik dit nog ben ik het al lang weer vergeten, maar ik weet dat het kan. Ja. Maar dan zet wij uw spul klaar. Ik weet waar de glazen staan, ik weet waar een wisje glijdt met broek, ik weet waar dat staat. En dan is het krijg leven zegt. Een gemak telt voor mij nooit. En ja, maar dan kom ik wel uit op, hè, wat ik krijg in het begin, ik zei, Gerrit en ik ben zo op een manier inspelen. De wisten hoe de eigen steen, de kisten maar zo opvangen. En ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt van een derde of een vierde speler er ooit bij om je tussen te komen. En dat denk je natuurlijk wel zo naar, van goh, wat word je in de toekomst. Ja, had ik wel eens een toneelstuk op een toneel. En ja, zo staan maar meer maten of net. Maar onze taakverdeling is zo organisch groeid. Ik denk dat het een halve job wordt van een tredde speler. Dat is toch een team. Ja. Maar Dien Gerrit kroet het ik zo op Jim. Ja, die schreeuwt het op u. En hij vindt dat ik altijd heel noffelijk zou die inzien stikken die hij schreeuwt dat hij de spelers kent. En dan wist de mogelijkheden en de onmogelijkheden. En ja, de beperkingen en werd verrassingen misschien lezen kennen, want dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja, die lijntjes binnen hij zo kwaad. Dat werkt prachtig. Wat in de specifieke hangen. Het is een prachtige speelster. En het is een meisje werk helemaal op vertrouwen. En wij hadden een hele grote vertrouwen bij mijn man. En we gaan nooit geen spul. Nooit geen aggravatie, net in het repeteren, net in het. Nooit. Je mag nooit spul? Nee, dat is uniek, hè? Ja. Elke dat is uniek. Ja. Dat gebeurt net zo vaak, maar in deze wereld. Nee, we hebben wel eens een iets meningsverschil. Ach, ik denk dat ze een verhaal je. En zoals zelfs hij wil denken. Hij zei dat je hem nooit speelde. Nee, hij skuilt wel eens. Ja. En ik ook wel. Maar ik doe het in stilte en hij loopt op. Okay. Dat is het verschil. Ik had het haast begint, dan helpen ze elkaar. Nou, gewoon een beetje aangepast.
En zo. Oh. Natuurlijk ook in dit klote land. Met al die stijve vriezen. Ja, om te beginnen, weet je wel hoe die producten van de Friese cultuurmakers daar in jou wat nemen? Ja. Nee, nou, dat nemen ze dus de high culture. High culture? Ja, dat is high culture. Ach. Nee, die worden dus in het algemeen het woord bedienen met het publiek. Hoe en waar zijn dat? Centraal Bureau voor Statistiek. Oh. Ja, we hebben Friesland belangen, we hebben het dan woord. Dus, nou, zie ik dat is mooi zinnen. Bewakkelijke cultuur. Bewakkelijke cultuur. En dat had toch geen inhoud meer? Nee, geen visie. En die ontdekking structuur. Het is alles een beetje warm. En het is wel vlakker, nou ja, zeg maar gewoon het haar geen kloon. Maar juist. Nou, het leven is toch van gewoon in de laatste paar en half. Ja, dat gaat niet komen. Een brede streep. Vol mijn lijken en mijn brein. Ja. Publiek. Hier persoon in Hilversum, geen home. Nou, ik geef even dat hier bij in Hilversum geen home over. Dat is een moeilijke vraag. Doe even, kom er even op. Waar Paul wel leert. Paul wel leren, jongen. Die man had het over u gevonden. Ik bedoel, geen home. Ik zal die even zeggen, diezelfde persoon, weet je maar waar het wie? Andries Krebel. Dat het bewust zo dicht bij het publiek spelen is, in het publiek spelen? Ja. Ja. Wat is er mooier aan als op die afstand op het podium te staan? Nou, ik weet net dat het mooier is met twee volslaan verschillende dingen. Maar ja, deze, hier gaan wij verkeersen om die wand te terugbreken. En de bemerkt dat mensen zijn thuis in een café of in hun eigen dorp. En als ze dan ik nog lieflijk erbij beloekst en de sjossoon en de praas met hun, dan maken ze die illusie, ik nou lietser of grutter zeg, maar dat weet ik al eens net krijgt, maar van mensen wordt het dan echt. Ik ga gewoon leren die worden opstandig. Ja, hè? Niet leeg. Ja? Ja. Gewoon mij de verpleegster, ja. Mij of zo. Ja, in die laatste scène die had die dominee gek werd en die zei zulke hurre woorden, niet weten hoe dat Frommerske van de thuis was. Ik had een keer gewoon een kleine ergens op een knebel. Ik ging een meisje hier op mijn kleine gaan. Ik denk, ik ging even school even nog. Ik wil net mijn blauwe erg tussen komen of niks. Weet wel. En een keer ging er een man staan. En die zei tegen me, wat was er was? Ja. Ik denk, dat klopt ook niet. Nee, dus ik even verder en toen begon ik een licht beetje te leiden. En toen dacht ik, god jongens, ik zit hier om naar een toneelstuk te zien. Ja. Dus zal leven ze echt eerst schijnbaar wel. Ja. Wie hij is! Maar ze heeft gezegd, hij zweet al te veel. Ja. Ze nou, ik zeg dat maar, ze gauw te drinken. Helder. Ik ben er wat jood, denk ik, hoe het meisje die graag ben, dat is hoe het haar gaat. Ik wil een erotische scène. He. Nou, net bij jou. Ach. Het is je oer, zelf. En lekker droog, maar hier
All the back of the En het publiek, oh, dat doet skitterend mee. Een soort leidsje, maar dat het juist is, dan zo ze juist. Wat is er mooi aan? Ja, maar het is eigenlijk altijd dat mooi om in zijn neus een gat om te slaan. Je wil voort. Nee, okay. Oh nee, ja, ja, ja. Het is een mooi dorp, ja. Maar ik bedoel, ik ben altijd blij dat ik was uit het dorp in de wereld in. Ja, ja, ja. En wat is mooi aan het optreden, ja, dat. Ja, wat feelst als het als eerste spelen? Feelst hij noffelijk? Ja, ja. Ja. Eigenlijk alle jongen wel, ja. Ja. Het is natuurlijk wel een jongen zei dat hij wat griep had, een paar paracetamolsjes in de leer en dan denk je, ik wil het einde er weer. Ja. Maar dat is niet vaak. Nee. Nee. We gaan er altijd boven nacht en wel om. Ja. Ik merk wel dat ik een soort aankikverschijnsel krijg, is, maar en ik vind leven wel saai. Dat ik net de door uit ken en die prikkel, die spanning. En, ja, het is natuurlijk wel als het onderwijs bent, helemaal met zo'n busje vol mensen. En dan is het wel altijd de meeste sfeer maaitje van we against the rest of the world. En dat is natuurlijk net echt zo, maar dat is wel de kracht. Toen komst ergens in een dorp, wist net thuis juist. En dan wist dat aan het eind van de jongen, dan moest die mensen op scoort hebben. Dan moest ze bij die hebben. En dat is een soort wedstrijd. In Friesland praten over het toneel. Dan praat je altijd door mensen als Frederik Smink, Jan Arends, Klaasje Posma. We praten nooit over Gerrit Haakma en Anke Pielsma. Nee. No, waar komt dat van? Ja, het is nou wat onbekend, denk ik. Ja, hè? Ja, maar je hem spelen. Catharsis, honderdzaandig keer. Ja, en Credo? Nou ja, we zijn nooit over op 180 keer. Nou, dus het rekent er nog wel meer bij in. Ja, het kan wel. Ja, maar je wordt net neemt. Nee, we worden net neemt. Dat is wat eigenaardig. Ja. Het frustreert me net, maar hoe zeg ik dat goed omschrijven? In Friesland is het wel heel erg. De ene hoorn was het oren hoorn. En wij zijn natuurlijk een onafhankelijk groepje, wat ja, ook net echt te vangen is. En dan merk je wel heel sterk van oeral wel groepen hebben, maar dat is wel theater. Hè? En de provincie wil dingen organiseren, maar dat is wel theater wat er dan bij zit. Dus in Friesland is er in feite maar één groep. Omdat het geld erin gaat, geeft ik alle aandacht erin. En ja, misschien bestiert uw kracht ook wel bij de underground positie die wij hebben. Mensen zijn heel verrast. Hè, als ze zien, van dit wisten wij net. En hoe kan dit? En waarom komt dit net bij Omroep Friesland in de Christvakantie? Waarom is dit net op de televisie? Dat zijn vragen die wij wekelijks krijgen. Ja. Komt nog op de televisie? Tja. Daarom zei ik. Ja, altijd kennen we een verrassing op een loer lezen. Hoe maar rijden, in de Bonte Bok. Hoe is het, hè? Al bij Charles Dok. Dit stek komt er, het naaie stek. Gerrit de Drok en Skreuwen. En ik denk dat het van de week een naaie week ook rijdt. En dan beginnen we te typen. En dan. Spelen we dit naar het eind maart, maar we beginnen daar gewoon wat te leren. Ja, ja. En maar het naaien eigenlijk aankomt juist weer op de planken. Wie gaat het doen? Krimp. Krimp? Onderwijs. Onderwijs. Friesland in het algemeen en natuurlijk de kwelijke zaken in het bijzonder. Vertel. Ja, dat moest wel, hè. Dit wil aan één grote prijs vragen. Oké. Ja. En pas na 3 uur een keihard werkje, dan is die. Gedicht hast schon rein, gister wie het zimmer en mond. Morgen is gewoon best 9. Ja, die rammelen vandaag. Oh, heerlijk, hè? Oh. Zo. Ja. Well done. Goed. We gaan altijd na de voorstelling het publiek in.
En dat vind ik ook zelf een hele belangrijke stap, zeg maar, die smakers. Dat je thema's aansnijst, zeker maatschappelijke thema's, dan vinden mensen er wat van of mensen vielen er wat bij. En dat wist net, kreeg was het oerhoop helles. En het is net zo dat ik in een hulpverleningsinstantie ben, maar ik vind wel dat ik de verantwoordelijkheid heb om het aan te jagen. En daardoor komen er ook weer thema's dat mensen zeggen, hè, wat nou van het naaien stik heel erg van komt. Dat mensen zeggen, het onderwijs, hè, pak nou dat onderwijs dan bij de klaren. En dan wil het helemaal niet zeggen dat het aan een van de hoofdlijn wordt, maar het komt er wel in. Vond je het leuk? Ja. Mooi. Ik zei dan eens voor de 12e keer, maar ik zei zelf al eens tegen dat ik denk van, god, ik weet het niet eerst meer. Nee, hè? Nee. Dat jij hem heel zo hoort, hè? Maar heel leuk, ja. Mooi. En echt de trim beetje mijn moeder maar. Van wat? Van je. Dat hele stukje werd hij zo man verwacht. Ja. Wie dat al van tevoren, is dat jij dat in het stik of... Ik wil die illusie net ontnemen. Hoe viel je hem nou aan het einde van zijn dag? Nou, lekker voldoen. Ja, mooi. Een goede dag. En de klus is natuurlijk nog net helemaal klaar. Hè. Dan wisten we, maar staan ze even terug Friesland en de boel uitzutelen. En dan laden we nog uit. En dan gaan we altijd in een stille kroeg zitten in Lusses. En dan drinken we tegere in een barreltje. En dan breng ik het in de hoes. Ja. Nou, ik viel me aardig leeg hier, Hilke. Zij viel er altijd wat beter dan ik. Dat zit een leeftijd voor mij, denk ik. Ik ben wel aardig empty nu. Ja. Want het lijkt meer heel, heel ingreven zit je maar in zo'n jongen en dan maak je mee in één, dan is die en dan... Ja, dan maar je wel even met beide poorten op de grond komen. Dan... Zo. We hebben het weer geklaard. Maar daar is wel zin aan mooi weer. Ja. Maar ik kijk. Oh. Nee. We moeten hebben een nieuwe energie. Ja. Okay. En hoe doen we het nou met die prijsvraag? Hoe doen we dat nou precies? Wat met de meesten rieden? Hoe heet het naaien stik wat in oktober uitkomt? Het naaien stik van Achmea Koopa. Wat denk je? Hoe het stik heet? Ja. Ik weet het. Ja. Maar jouw dan wil je ook nog een manier. Wij horen van allitereren. Daar horen we van? Allitereren. Credo, catharsis. Oké. Okay. Ja. Ik hoor dat woord niet, ja, maar... Het begint met mijn kaart. Ja. Ja. Misschien. Heel hartelijk bedankt voor de meewerking, jullie. Geweldig. Je merkt. Ja.